Mijn rol is Mark, hij heet Mark en het is een ex-militair. Hij heeft ongelooflijk veel meegemaakt tijdens zijn militair zijn. En dat haalt hij bij ongeveer elke situatie die voor onze voeten komt, haalt hij dat naar boven. Hij is gewoon heel helder en duidelijk in zijn communicatie. En er zit ook niet een enorme denkwereld achter, maar gewoon heel primair reageert hij. Maar ook heel gevoelig. Als hem iets raakt, dan raakt hem dat echt hier. En dat is niet dat dat dan een kwartier later komt, denkt, dat is dan gelijk. Omdat het script al zo grappig was, als je dan leest, denk je, ha, ik moest echt heel vaak hardop lachen toen ik het las. Zag ik, oh, maar dit wordt ook heel moeilijk om dat daadwerkelijk dan ook goed over te brengen. Want het lezen en daarom lachen is één, maar ja. Dan is de uitdaging eigenlijk nog moeilijker. Ja, ik vind het heel erg leuk. En ik vind ook dat het heel erg goed gaat. Ja, ik weet niet hoe het er uiteindelijk uitziet, maar ik heb er een heel goed gevoel over. En ik heb ook echt het idee dat we niet alleen homies spelen, maar ook homies zijn.